Is salesgesprekken doen mogelijk wel een ding voor jou en doe je het daarom niet? Of mogelijk doe je het wel, maar werkt het niet voor jou of je krijgt niet de prijs die je er graag zou willen? Nou, dan gaan we daar vandaag verandering in brengen. Hey Kanjer, leuk dat je kijkt. In deze video leg ik speciaal voor kennisondernemers uit hoe je met gemak authentiek verkoopt en hier natuurlijk goed mee verdient. Eén ding wil ik alvast verklappen. Sales is the lifeblood of your business. Oftewel, verkopen is de levensader van jouw bedrijf. Kijk, mijn klanten ontvangen een fantastisch salescript waarmee ze met gemak succesvol verkopen. Dit levert hen direct duizenden euro's op. Zo verdiende Cathy in één maand 19.000 euro en Ursula rond de 10.000 euro. Belangrijk om te vermelden, deze gesprekken deden ze zonder angst en twijfel. Bij sales denken veel ondernemers dat het een bepaalde techniek is. Maar de crux is dit. Je kunt mensen helemaal niks verkopen. Ze verkopen het altijd aan zichzelf. Vanuit hun emotie. Sales is eigenlijk voor 80% psychologie. En maar voor 20% een vaardigheid die jij ook kan leren. Mensen die goed zijn in sales, die zetten eigenlijk voorafgaand aan dat gesprek een... die nemen zich voor dat ze heel veel, echt mega veel waarde gaan leveren tijdens dat gesprek. Ze zetten in feite een hele sterke intentie. Zij snappen één ding heel erg goed. Sales wat je voor mensen doet en niet wat je iemand aandoet. Als je een salesgesprek ingaat, moet je natuurlijk niet zoiets hebben van oeh, dan ga ik eens even lekker iets verkopen. Dat is natuurlijk niet het idee. De intentie mag zijn van, hey, hoe kan ik iemand goed helpen? Ja, dat is dus de instelling, de mindset die je moet hebben om een salesgesprek voor je te laten werken. En je helpt een ander als je je aanbod doet tegen het einde van het gesprek, als er natuurlijk een match is. Sales is anderen betrekken bij een toekomstig fantastisch resultaat. Zodat je klant echt in actie komt en ook het resultaat bereikt waar hij of zij naar verlangt. Mensen in welk beroep dan ook zitten eigenlijk in de sales. Daar sta je mogelijk niet bij stil. In welk beroep dan ook zijn we bezig met overtuigen, verleiden en beïnvloeden. Zodat anderen eindelijk eens een keer in actie komen. Wist je dat mensen wel 40% van hun tijd dat ze bezig zijn met verleiden, overtuigen en beïnvloeden? Daar zijn onderzoeken naar gedaan. Je visie delen, dat is ook een vorm van verkopen. Of als je als coach je coachie helpt in hem of haar te helpen om het gedrag te veranderen. Dat is een vorm van verkopen. Als een advocaat een cliënt verdedigt en daarmee het oordeel beïnvloedt, is het in feite een vorm van verkopen. Als een leraar die vindt dat hij of zij natuurlijk het allerleukste vak van de wereld geeft, voor de klas staat en ja, het is daarmee ook aan het verleiden, aan het beïnvloeden. Dat is ook een vorm van verkoop. En als je als ondernemer je businessplan voorlegt aan een investeerder, is dat een vorm van verkoop. Of als je een boek wil gaan schrijven en je gaat naar een uitgeverij, dan wil je het aan verslijten, dat is een vorm van verkoop. Of wat dacht je van een voetbaltrainer die de mannen of vrouwen motiveert, inspireert om een fantastische wedstrijd te spelen? Het zit in de sales, het zit in de verkoop. En mogelijk ben je vader of moeder. Nou ja, dan heb je je kinderen wel eens wat duidelijk moeten maken. Hè? Ergens van moeten overtuigen. In feite heb je ze dan beïnvloed. In feite zit je in de sales. Ja, weet je, verkoop zou er natuurlijk over moeten gaan. Dat de ander, nadat hij of zij het heeft gekocht, er natuurlijk beter van wordt. Dat hij of zij in de actiestand gaat. Dat je hem of haar beïnvloedt in feite om die actiestand die actie te nemen. In de actiestand te gaan, maar ook de actie te nemen. En dan eigenlijk gaat doen, eigenlijk die resultaten gaat behalen die hij of zij heel graag zou willen. Ik zeg altijd, Gandhi, Moeder Teresa en Martin Luther King zaten ook in de sales. Zij brachten iets over het voetlicht. Zij probeerden anderen te overtuigen van hun ideeën.
Het staat dus eigenlijk in de sales. Iedereen zit in de sales. Salesgesprekken worden vaak als lastig ervaren. Ik krijg regelmatig gesprekken met ondernemers die zeggen dat ze helemaal nooit een aanbod doen. Of niet doorvragen als ze een nee horen. En ze vatten het in feite heel persoonlijk op. Hè? Want ze zien het als een soort van afwijzing als iemand nee zegt tegen hen. Ja, en dat is eigenlijk best wel logisch. Want de angst voor afwijzing zit diep geworteld in ons. Je niet geliefd voor moet voelen, afgewezen voelen, bang zijn dat je je eigen waarde verliezen. Ja, die angst is eigenlijk gigantisch groot. En mogelijk heb je die al vanaf je jeugd. Het raakt je als een ander nee zegt tegen je aanbod. Het triggert het onderbewuste deel van je brein. En je wil eigenlijk niet gewaar worden. Bewust zijn van die emotie van angst. En daar heeft jouw brein ook een oplossing voor. Het onderbewuste deel van je brein zal je bewuste deel van je brein willen beschermen voor de angst, voor afwijzing of je niet veilig voelen. Want dat is in feite wat er echt gebeurt als mensen nee zeggen. Dan voel je de angst voor afwijzing en je voelt je mogelijk ook niet heel erg veilig. Het interessante om te melden is dat als je ondernemers vraagt, goh, ben je er bang voor? Hè? Als je nee krijgt op je aanbod en mensen nee zeggen. En ze zeggen zo vaak van nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar het heeft ermee te maken dat het bewuste deel van je brein, het onbewuste deel voor afwijzing, in feite onderdrukt. En daar koppelen ze dan zogenaamde verklarende logische gedachten aan. En doordat ze natuurlijk die gedachten hebben, ontstaat er in feite wel iets interessants. Want ze gaan dan in een modus van, oh ja, als ze die nee krijgen, hè, van, oh ja, helemaal prima zo. Ja, je hebt helemaal gelijk dat je dat niet doet hoor. En daardoor closen ze dus de verkoop niet. Ze vragen niet door bij een nee. En dat heeft dus te maken met dat breinproces. Hè? Dat voortdurende gevecht tussen het onderbewuste en het bewustzijn. Een andere reden dat verkopen als heel erg lastig wordt ervaren, heeft ermee te maken dat je graag gelijk wil krijgen. De behoefte om gelijk te krijgen is enorm sterk in ons. Ja, dat is vaak een reden dat veel ondernemers niet in actie komen, geen aanbod doen of ze gaan heel geforceerd verkopen. Ja, en als je geforceerd gaat verkopen, dan ga je een soort van overdreven overtuigen van hé, ik heb iets geweldigs in handen, ga het nou kopen. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Hoe dit op te lossen? Waar het op neerkomt is dit. Heb compassie met jezelf en met de potentiële klant. Jij kan zeer zeker gelijk hebben, maar die ander ook. Respecteer het ego van je potentiële klant, maar ook die van jezelf. Laat los dat je gelijk hebt. Daarom nogmaals, je kan een ander niets verkopen. Ze verkopen het aan zichzelf vanuit de juiste overtuiging, gedachte en emotie. Je kans om te verkopen is groter bij een klant die in zichzelf gelooft. Laat in de comments hieronder weten wat je van deze video vindt. En mogelijk wil jij heel graag naar de 100k gaan groeien. Sneller en gemakkelijker dat ook doen. Ik vind het heel tof om daar heel veel strategieën en tactieken hiervoor binnenkort te gaan delen. Maar wat heel slim is, is vast de 100k verdienmodel canvas te gaan downloaden. Zodat je daar vast mee aan de slag gaat. En like deze video als je meer wil weten natuurlijk hoe jij echt een slim goed verdienmodel in elkaar gaat zetten. Daar ga ik je binnenkort ook veel meer over vertellen. En ik zie je graag weer tot de volgende keer.